Goedemorgen Bert Huizentruid. Goedemorgen Katrien. Jij zit hier vandaag niet omwille van je professionele activiteiten. Nee. We gaan iets helemaal anders vertellen om persoonlijke redenen. Mm -hmm. En die hebben alles te maken met je conditie en met je gewicht. Ja. Vertel, wanneer dacht je het, er moet iets gebeuren? Uh, wel, um, ik denk dat dat 1 januari 2018 ben ik daarmee begonnen, omdat ik daar vlak, vlak daarvoor uh, moest ik op de foto voor een theatervoorstelling voor de affiche. En ik stond daar in profiel. En ik was eigenlijk al even dik dan dat ik breed was. Dus uh, dat was toen voor mij een, een hele grote eye-opener van... Uh er moet echt iets gebeuren. En dat is zo typisch, op 1 januari zeggen van, ja, ja ik neem een goede voornemen. Maar bij mij werkt dat wel, omdat dat dan zoiets is, oké, okay, we, we, we hebben een, een duidelijk startpunt en uh, daar wijken we niet meer vanaf en we doen verder vanaf hier. Um, en toen ben ik inderdaad, uh, omdat ik er al veel had over gelezen, um, ben ik low carb beginnen eten, lage in koolhydraten, weinig mm -hmm. suikers of zo weinig mogelijk. Um, en dat werkte wonderwel. Dat was even moeilijk in het begin aanpassen. Een beetje een ontwenningsysteem? Uh, ja, ja, maar ik was niet zo'n hele grote suiker of een, een zoetenbek of zo. Maar andere suikers van brood en aardappelen en pasta, wel natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, in het begin was het vooral. Ja, is dat even een paar weken dat je toch tussen de maaltijden wat honger hebt koffie helpt daarbij. Ah, <laughs> ja. in mijn geval toch. Maar het is ook natuurlijk zo typisch om, voor, voor een mens om, om, om uitvluchten te zoeken. Jij bent acteur. Mm -hmm. dat het leven is, is, is ja, een beetje een omgekeerd dan, dan wat de gewone mensen doen. Hè. Jij, jij treedt s'avonds op, daarna ja, kan je toch niet naar huis gaan, dan zit je vol adrenaline en nog iets drinken. Hè, een hapje erbij. pita ja, dat... steken. <laughs> I hear you. Wij zijn de vrienden. Nee, maar dat dat is sowieso al wel even geleden. Ik ben ook vader en zo, dus ik ja. dat, dat, dat snel naar huis, want de kinderen zijn morgen vroeg terug wakker. Dus, ja. um, nee, maar ja, dat, dat low dat werkte. En uh, ik was uiteindelijk, ik denk op zes maanden tijd, uh, 25 kilo kwijt. Maar dat is gigantisch. Dat is, ja, ja voilà. maar van, van mij gaat dat snel, omdat er ook veel ja, overschot ja. was. Ja. Ja. Um, Um, voilà. En dan eigenlijk met nu uh, vorige zomer, dat is dan ook weer een uitvlucht. Dat ik uh, het vijfde seizoen van uh, Zone van Van As moest opnemen. Dus dat is een terugkerende rol over die vijf jaar. En ik dacht, ja, ik kan nu. Ja. Maar dat is ook zo een beetje een uitvlucht zoeken. Van. <laughs> Allee, ik zal dan maar een stukje pizza eten of eens naar de frituur gaan of zo. Uh, maar dat is er dus gestaag en heel traag ter terug allemaal bijgekomen. Och, garm, ja. Ja. Oh. En, uh, dus voilà. en we zijn nu weer 1 januari gepasseerd en het nieuwe voornemen is nu van oké, okay, in oktober word ik 40 ja. uh, en nu wil ik er echt eens iets aan doen, maar ook met sport en, en, en geen alcohol. Uh, ja. zo Want ze zeggen mogelijk. inderdaad, ja. hè, op één been kan je niet staan. Het, als je wil afvallen, er zijn twee poten die je moet respecteren, de voeding ja. en bewegen. Ja, en ik ben de vorige keer ook wel met de uh, voeding begonnen. Mm -hmm. uh, ik was zelfs niet bezig met, met de sport um, en die sport is eigenlijk vanzelf gekomen, want ik had daarvoor had ik al tig keren start to run geprobeerd ja. en altijd zo tot vier vijf kilometer en dan, als je zo ja, zwaar bent, dat ja, is ja, toch voilà. heel lastig, hè? Da Dat was het ja. probleem en ja. ik ben eigenlijk door af te vallen ben ik spontaan terug beginnen sporten, dat ik zo ah, mijn basketten, misschien moet ik ze nog eens aantrekken, ik zal nog eens gaan joggen en inderdaad met dat gewicht dat je dan minder meedraagt, dat, dat ging, ja, dat ging ongelooflijk vlot. Dat was verbazingwekkend. Ja. En ik heb dan ook in, in april... Dat was ook eigenlijk een soort valkuil natuurlijk. Omdat uh, in april heb ik de Ten Miles gelopen in Antwerpen. Uh, en dat was ook zo'n ding van... Oké, okay, we zijn er. Voilà. Ja, je hebt hey, hey. uitgelopen voor alle duidelijkheid. Ja, 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 ik heb, ja, ik heb een paar keer gewandeld tussendoor. Ik vind maar dat ik niet het... erg. Dat... De Waaslandtunnel respect... is echt een killer. Dat dus <laughs> is verschrikkelijk. Mijn respect blijft even groot, ja. echt Bert. Ja. Zeg maar, uh, je meent het zo erg, ja. hè? oktober, daar, daar huh? is jouw streefdoel, hè? Ja. dat je uh, opnieuw begonnen bent en je bent aan het vloggen, je hebt een ja. website over je eten enzovoort. Huh? Ja. Is dat om de sociale druk een beetje op te voeren? Inderdaad, ja. ja, die, ja? De, de blog is, is begonnen, omdat mensen mij in mijn omgeving vroegen van ah, wat deed het dan? En zo mensen ook die, die mij uitnodigen om te komen eten. En, en dat ik zeg: ah, Ik eet geen brood en geen pasta. En, 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 wat deed je dan wel? Oh, is er dat <laughs> nog op deze wereld? Ja. <laughs> <laughs> uh, dus ik, dat was ook een manier om zo van Ja, mensen die dat vroegen van ja, dat, dat is lekker. of die mensen die komen eten bij ons, van dat is super lekker. Hoe, hoe doe je dat? Hoe maak je dat? En daar is die een blog dan ontstaan. Uh, maar nu die vlog is ook. Ik vind het superleuk, hè, want ik ben ook graag bezig met video en, en yeah. monteren en zo. Maar het is ook inderdaad de sociale druk. Uh, omdat ik geen gezichtsverlies wil leiden, dat mensen zoiets hebben van: zeg, hey, ik ga vlog niet meer en ik zit er niet mee bezig en dit en dat. Uh, dus ja, ja, daarom ook vooral. Ja, ja. 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 Um. Jij bent ook bezig met een, een, een apart soort uh, uh, beweging, een soort high intensity interval training. Ja, dat is Wat nog is dat voor iets. Ja, dat is nog niet. Aan de, dat is pas in maart dat dat terugstart. Maar ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Ja. Dat is met Annelies de Groef. Die heeft uh, een boek uit. Uh, HIT for Fit heet dat. Mm -hmm. uh, HIT dus H I I T, high intensity interval training. En dat was eigenlijk iets waar, waar mijn vrouw haar had voor ingeschreven. Dat zijn groep, groepslessen in Grimbergen, uh, gegeven door Annelies. Uh, en mijn vrouw had zich daarvoor ingeschreven en dan kon die niet meer. En die zei van, misschien moet jij gaan. <laughs> en dan ben ik daar naartoe geweest met, met zo van, ja, is dat nu niet... Iets voor vrouwen of zo. En inderdaad, dat zijn allemaal vrouwen. Dus ik dacht, allee, we zullen maar zien. We zullen eens naar de, gymnast, naar de, naar de gymnastiek gaan. Uh, maar dat was toch echt uh, heel pittig. En, ja, high intensity, ja, dat, dat is... voorspelt niet veel goed, zeg. Okay. <laughs> maar dat is heel kort. Dat is, dat is yeah. twintig minuten. Dat is tien minuutjes even de oefeningen uitleggen. En dat zijn dan vier cycli van tien oefeningen. Yeah. Dat je doet telkens met high intensity. En dan even, even lang pauze, dan terug... Ik denk dat dat 20 seconden... Ik weet, ik weet het ja. niet meer van buiten. Maar de vierde cyclus van tien oefeningen, dan, dan gaat het dood. Dat is echt, maar dat is fantastisch. Even te... kopje leeg, zweten, zweten en... Ja, en denk je nu zelf dat je die twee componenten echt nodig hebt? Dat het en bewegen ja. is, en voeding? Ik ja. denk dat, ik, mm, ik denk dat vooral 70% voeding is en 30% bewegen. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik probeer elke dag te bewegen, al is het met wandelen. Wandelen is ook supergoed. Hè. Ja. Zelf, misschien zelfs nog beter dan lopen of... High intensity, want ja. <laughs> okay. ja. Zeg dan. Maar in oktober word je veertig, ja. dat zei je daarnet al. Ja. Wanneer ga je content zijn? <laughs> uh, Wanneer is er ik een Ik ben nu feestje? al content, eigenlijk. Is het waar? Ja, ja? Fijn, maar... <laughs> Pas op, hè, Bert, je moet nee, nee, nee. je dat volhouden. Maar ja. het, is, ja, het is wel een gigantisch einddoel. Die, de, de, het gevaar dat ik in die val terugtrap, is, is natuurlijk groot. Um, maar ja, vandaar ook misschien die vlog, om dan het nadien nog te kunnen volhouden. Dat mensen zeggen van... Allez, Stopt er niet mee, onnozelaar of zo weet ik veel. Ja. ja, ja. ja. 40 is the new fit. 40 is the new fit. Dat ja. is uh, de naam van de vlog. Daar kunnen we jou uh, op bekijken. En bedankt om langs te komen. Ik wens jou alle succes toe. Hè. Dus wie Bert wil volgen en steunen en meedoen en zo, hè, mogen mensen reageren? Dat nog? zal wel zijn. En ook op findingminimi.be. Dat is mijn blog. En daar staat daar ook links naar de 40 is the new fit vlog. En daar staat zo lekker eten op dat ik nu al honger krijg. Komt dan zeten, hè, Katrien? Oh, graag. <laughs> Welkom. Graag. Maar ja, zeg. En een goed stuk vlees, dat mag? Ja, nog. dat mag, zeker. Ja, Super, oké. Okay. Goed, dankjewel en heel veel succes. We gaan jou volgen, Bert. En in oktober no nodigen we jou nog eens uit dan. Hè? Dat is goed. Is het goed? Dat is heel goed, ja. Mogen we dan een weegschaal klaar nee. Uh, nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee, gewoon nee. gewoon, gewoon niet kijken. Doen. kijken en luisteren. Het huis en truit, heel veel succes.